Ja, Rijn Koolwijk, laten we nog heel eventjes terugkomen op de wedstrijd afgelopen weekend. Jullie hebben ongetwijfeld dat ook nabesproken. Wat is toch een beetje het algehele gevoel van die wedstrijd tegen Heerenveen? Natuurlijk. Teleurstelling. Ik bedoel, als je zo goed speelt de eerste helft, zoveel kansen creëert, met 2-0 ook voor staat met de rust en dan de tweede helft weer slap begint en het jezelf moeilijk maakt. En uiteindelijk op het laatste natuurlijk weer die goal tegenkrijgt. Het is nu 2 keer gebeurd. Hebben jullie iets om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt of is het toch gewoon toeval? Ik denk niet dat het toeval is. Tenminste, in dat geval, die bal valt net goed. Die bal, 50-50 zeg maar. Maar ja, je kan dingen wel voorkomen door dingen wat duidelijker te maken. En dat hebben we nu gedaan. Dus dan gaan we ervan uit dat het niet meer gaat gebeuren. Voor jou was het ook nog wel een speciale wedstrijd, hè? Je 200ste voor Excelsior. Doet dat jou nog wat? Nee, eigenlijk niet. Het is leuk. Het is natuurlijk leuk dat je 200 wedstrijden voor Excelsior hebt mogen voetballen. Maar ik ben elke dag blij dat ik op het veld kan staan. En elke week blij dat ik een wedstrijdje erbij kan schrijven. Ik bedoel, heel veel kinderen en heel veel mensen dromen ervan. En soms besef je dat niet. En dan, als je dan hoort inderdaad 200 wedstrijden, dan besef je dat even. En dan ben je er wel blij mee. En dan waardeer je dat wel. Maar verder ook niet meer dan dat. Dan speel je een bekerwedstrijd tegen je oude club NEC. Ben jij ook zo'n speler die er dan op aandringt dat je absoluut wil spelen? Want je ziet wel eens dat trainers bepaalde spelers, zeker routiniers, rust geven in zo'n wedstrijd. Maar wil je absoluut spelen? Ik wil altijd spelen, dus deze wedstrijd ook. Ik heb wel een beetje last van mijn lease, dus we gaan kijken hoe dat gaat. En wat je wel aangeeft, natuurlijk wil je dit graag spelen dus tegen je oude club. Alleen het moet ook wel verstandig zijn. Leeft het bekertoernooi al bij jullie? Vaak bij clubs, zeker in de eerste ronde, niet. Je weet natuurlijk nooit, maar normaal gesproken wint Excelsior de beker niet. Een paar jaar geleden wel een keer halve finale, maar leeft het nu al bij jullie? Er is niet heel veel over gesproken. Ik bedoel natuurlijk ook, je hebt natuurlijk eerst de wedstrijd van Heerenveen gehad. Daar hebben we de afgelopen 2 dagen nog af en toe spreken. Vanochtend hadden we het er nog steeds over. Maar neem niet weg dat we natuurlijk al met NEC bezig zijn en dat het nu ook wel gewoon leeft. Alleen het is zo kort dag op elkaar dat je het gaat gewoon een beetje in een flow. Dus je weet dat je gewoon moet voetballen en het is meer van we hebben wat goed te maken om tegen Heerenveen zeg maar wat we hebben laten zien. En vooral de tweede helft zeg maar op het laatst. En voor mij heerst meer dat gevoel en niet het is een bekerwedstrijd en het is gewoon voor mij gewoon belangrijk dat we gewoon laten zien van we kunnen hier thuis ook winnen en dat moeten we gewoon mooi gaan proberen. Er zijn clubs die hebben het makkelijker getroffen in de eerste ronde, Eredivisie clubs. NEC, toch een ploeg die waarschijnlijk bovendien mee gaat doen in de eerste divisie. Is dat toch lastig voor jullie die eerste ronde deze clip? Ik denk dat het zeker een lastige pot is. Dus NEC heeft gewoon een goed team. Wat je aangeeft, ik denk dat we gewoon voor de kampioenschap gaan spelen. Het zal gewoon een lastige pot van ons worden. En we zullen allemaal 100% er moeten staan. En de dingen moeten dingen doen die we altijd doen. En dan heb ik er vertrouwen in dat het goed gaat komen. En denken wij dat we dat op 80 of 90% kunnen doen, dan gaat het hem niet worden. Mocht het toch op strafschoppen uitdraaien, daar hebben jullie geoefend. Veel gingen erin. En jij zelfs met een stiftje. Is dat alleen nu voor de bühne of ga je dat ook echt doen als het daadwerkelijk zover komt? Kan ik niet verklappen, dan weet ze het. Nee, ik bedoel, eigenlijk moet ik zeggen dat ik altijd, Panenka zou ik niet zo snel doen. Ik heb het in Slowakije een keer gedaan. Missen? Nee, was wel een goal. Dus tegen Sparta Praag, als het goed is, komt hij ook daar vandaan, Panenka, toch? Of zeg je nu iets heel raar? Nee, dat komt even vandaan. Dus dat. Maar normaal gesproken pak ik gewoon wel mijn vaste hoek. Of een hoek. En welke hoek maakt ze eruit. En dan schiet ik hem gewoon hard erin. En ik weet ook van mezelf, keepers die duiken ook 9 van de 10 keer. Dus vaak denk ik van ik schiet hem gewoon door het midden. Maar als ik er dan eenmaal sta, denk ik van ik ga het risico niet nemen. Dus we gaan het zien. Ik hoop dat het geen penalties wordt. Dus